zo, dit is irritant. Goedemorgen, het is maandagochtend. Ik had vandaag heel veel plannen, maar ik heb een kindje met buikpijn op de bank. Dus het wordt weer een dagje in huis, gisteren door de storm. Ik las ook alweer dat de volgende storm onderweg is. Dus ja, het is heel veel opgesloten zijn in huis. Maar goed, ze zal zich snel weer beter voelen. In ieder geval, daar ga ik gewoon vanuit. En dan kan ik wel weer dingen doen. Ik heb mijn plannen voor vandaag in ieder geval afgezegd. Dus ik heb me trouwens wel aangekleed. Ik heb deze top aan van Typhoon. En deze flared broek is van French Connection. En ik ga nu even ontbijten. En aangezien Sarah toch ziek op de bank ligt, ga ik weer verder met mijn fotoalbums. Ik heb hier mijn laptop staan, dan kijk ik elke keer wat de volgende dag is. En dan ga ik mijn stappen door. Hij is trouwens echt gehalveerd met wat hij was. Dus dat is echt lekker. Ik heb echt al zoveel gedaan. En ik wil dit gewoon heel erg graag afkrijgen vandaag. Dan kan ik ook al die losse dingetjes allemaal erbij plakken. En dan heb ik dadelijk weer een project af. Ik ben weer heerlijk voorspelbaar. Sarah ligt op bed. Ik ga weer mandarijntjes eten. Dat is mijn tik, maar dat is bekend. En dan ga ik even snel editen. En dan ga ik even kijken of ik nog wat foto's in kan plakken. Want ik ben er zo bijna bij wat ik nu heb afgedrukt. En ik heb wel echt zoiets, ik moet gewoon echt even afkrijgen. Dan is dat stukje weer weg. En dan, oh, dat heb ik allemaal verteld. Dus ik, en deze bellen gelukkig wel wat beter. Dus vorige netje niet. En deze dan toevallig weer wel. En ze zijn net zo lekker. Ik werd er helemaal gek van. Ja, lekker boeiend verhaal weer. Nou, nog wel een stuk gedaan. Maar helaas, helaas niet klaar. Dus morgen weer een dag, echt. Oh zo, dit is irritant. Mijn teen komt eruit. Oh, vind ik zo'n vervelend gevoel. Nou, ik ga toch naar boven. Gelijk maar die sok even uittrekken, want niks vervelender dan als je teen eruit hangt. Dat vind ik zo'n rot gevoel. Ik ga nog even de kamer opruimen. Dat vind ik altijd wel heel fijn, want oh, maak altijd heel veel herrie. Als er zoveel rommel ligt, dan vind ik dat altijd vervelend. Weet je, ik vind het altijd fijn als je gewoon 's ochtends beneden komt en het is gewoon allemaal netjes en aan kant. Dan start je de dag, vind ik, gewoon lekkerder. Dus ik doe altijd wel alle kusjes gewoon weer even op een plek. En dekje even weer opvouwen. En zorgen dat de onderzetters van tafel zijn en de afstandsbedieningen opgeruimd zijn. Dat soort dingetjes. En dan begin je de nieuwe dag gewoon weer fris. En dan ben je ook fris in je hoofd. Ik vind het wel jammer. Ik heb natuurlijk die andere tafel. En ik vind die bergruimte heel fijn. Maar die andere zat echt dat kleine laadje waar precies de afstandsbedieningen in lagen. En dat mis ik nog. Dus dan moet ik nog even wat op gaan verzinnen wat ik ga doen. Maar ik ben er gewoon nog niet helemaal uit. Dat komt vanzelf aan. Daar ging mijn jobby om. Ik ga voor nu in ieder geval lekker mijn bedje in. Ik wil je wederom bedanken voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren, een duimpje achter te laten en reageren hier of op mijn Facebookpagina Mama Pakken. En dan zie ik je morgen. Doei doei!